zomaar overkomen. Neem je verantwoordelijkheid. Burgernet. Download de app en mail je aan. Dit is een klein deel van de advocatuur, de sociale rechtshulp. En die verdienen veel minder dan die advocaten die u op tv ziet en die dus bakken met geld verdienen in de ogen van het normale publiek. Dus dat is een beetje onderbelicht. Dat is onderbelicht en dat begrijp ik ook wel. Want dat is natuurlijk een deel van de advocatuur dat zich niet roert. Kijk, ik doe zelf echtscheidingen. Ik ga echt niet met mijn cliënten op tv staan om te zeggen, kijk, deze mensen scheiden. Dat wil je niet. Dus, en zo zijn er heel veel advocaten die met ontslag bezig zijn, met jeukzaken bezig zijn, ook met strafrecht. Hè, maar dan niet de strafrecht, niet de grote Hollederzaken en andere zaken, maar de kleine kruimeldiefstallen, et cetera. Die advocaten zijn natuurlijk minder duur, maar ja, als je ze nog niet kunt betalen, als je dan die rechtshulp niet krijgt vanuit de overheid, dan zijn ze helemaal niet meer betaalbaar. Zo moet ik het zien. Nee, precies. En je hebt een recht op rechtsbijstand en dat gebeurt nu met de plannen van minister Dekker, gaat daar een streep door. Dan is er dadelijk geen rechtshulp meer. En dat is een, dat